In deze video bespreken we de determinant, hoe uh, je hem moet uitrekenen en voor uh, 2x2 matrix is het ook even kort uh, waar het vandaan komt, hè, wat het betekent. Uh, determinant, je schrijft het soms met uh, det. Nou, hier staat je matrix, die matrix is altijd, uh, heeft evenveel rijen als kolommen, anders gaat het niet lukken om een determinant van uit te rekenen. En dat wordt ook wel genoteerd hier met uh, van die verticale strepen eromheen. En ons einddoel is straks de determinant van deze 3x3 matrix uit te rekenen. Oké? Okay? Ik ga om te beginnen gewoon voor 2x2 matrices de uh, formule hier op het bord gooien. Het is uh, deze diagonaal, kijk je naar, en dat geeft me a keer d, min wat er op deze diagonaal staat, uh, b keer c. Nou, het heeft ook nog een prachtige betekenis, want als ik hier uh, de twee vectoren uitzet, die uh, staan voor de kolommen van deze matrix. Uh, dus dat is dan, uh, nou laten we zeggen dat. Uh, deze hier uh, a c is, a c, en deze uh, vector hier uh, b d. Dan uh, berekent de determinant precies de oppervlakte van de, uh, van de parallelogram dat die twee vectoren opspannen. Uh, plus of min, oftewel daar kan een uh, minteken verschil in zitten. Als je op uh, min 6 uitkomt in deze berekening, dan is de oppervlakte van je parallelogram dus. Plus 6, want de oppervlakte kan tenslotte niet negatief zijn. Dat is wat het doet. En dat wil ik ook nog eventjes motiveren. Nou, hoe zit dat? Uh, laten we maar eens even kijken. We hebben hier een rechthoek om het parallelogram heen getekend. En ik kan er allerlei afmetingen in geven. Ik kan eventjes hier een loodlijntje neerlaten. En een loodlijntje hier op deze uh, Dan heb ik hier een soort rechthoekje. Dat kan ik ook hier doen. Zo. En zo. En a is de x-coördinaat. Dus dat geeft me voor dit stuk hier dat het a is... En uh, even kijken. C is de y uh, coördinaat Dus dat geeft me dat dit kleine stukje hier uh, C is. Dan voor de rest, die vector BD. Die uh, zit hier natuurlijk ook. Anders was het geen parallelogram. Dus uh, die hoogte hier. Uh, dit stukje is D. En uh, de breedte hier. Ja, dat is, de, dat is natuurlijk de x-coördinaat van, uh, van deze vector. Dat is B. Dus al met al uh, geldt voor de oppervlakte van een rechthoek. Uh, oppervlakte uh, rechthoek die is uh, de breedte keer de hoogte is uh, a plus b keer uh, c plus d. Nou, dat is even een beetje vervelend, maar dat kunnen we wel uitrekenen: dat is uh, ac plus uh, ad uh, plus bc uh, plus bd. Oké, okay, dat zijn allerlei termen die er al een beetje zo uitzien. Dus we gaan de goede kant op. Maar dat is natuurlijk veel te veel oppervlakken. Dus we moeten deze rechthoekjes en die driehoekjes allemaal eraf halen. Nou, deze twee rechthoekjes. Die zijn natuurlijk even groot. En die zijn allebei oppervlakte BC. Dus eraf moet in ieder geval twee keer BC. Twee keer BC. Dan hebben we deze rechthoekjes hebben we voor gezorgd. Die doen we eraf. Uh, deze twee driehoekjes, deze en deze, die kan je lekker tegen elkaar aanschuiven. Vormen ze ook een rechthoek met uh, breedte A en hoogte uh, C? Uh, daar hebben we dan maar één rechthoekje van, dus we halen ook uh, nog één keer AC eraf. En uh, even kijken, deze twee grote driehoeken hier, die hebben allebei uh, hoogte D en uh, breedte B, dus dat is eigenlijk BD. Die dus schuiven we ook weer tegen elkaar aan. Dan geef ik een rechthoekje van BD, dus ook BD willen we eraf. En als ik uh, naar het verschil ga kijken, hè, want dat moest eraf, dan uh, inderdaad, dan vallen die BD'tjes uh, netjes tegen elkaar weg. Uh, die AC uh, zijn we kwijt. Dan we houden nog AD over. En inderdaad, 2 keer BC eraf. Geeft me min BC. Dus uh, 2x2 matrices, die berekenen gewoon de oppervlakte van een, uh, de determinant berekent de oppervlakte van een uh, parallelogram. Nou. Die 3x3 matrix, die hier ons, uh, ons een tijdje staat aan te staren, die heeft ook een determinant. En de meetkundige betekenis uh, daarvan is dat je de inhoud uh, uitrekent van het parallele pipedum dat opgespannen wordt door deze kolommen. Ik ga me er niet aan wagen daar een plaatje van te maken, maar dat is vast wel ergens te vinden. Wij gaan gewoon lekker rekenen. En uh, bij dat rekenen uh, ga je het eigenlijk gebruik maken van de formule die je hebt voor de determinant van 2x2 matrices. En um, ja, de standaardmethode is bijvoorbeeld gewoon te ontwikkelen naar de bovenste rij. En uh, je moet dan rekening houden uh, met een uh, soort vorm van plusjes en minnetjes. Ik ga het gewoon doen in deze video. Ik moet uh, deze straks meetellen met een plusje, deze met een minnetje en deze met een plusje. Oké? Okay? En uh, ja, ik zei we gaan ontwikkelen in uh, de determinant van 2 x 2 matrices. En dat gaat dan als volgt: we uh, pakken deze uh, 2, die gaat met een plusje mee. En dan uh, de determinant uh, van de 2x2 matrix die daarbij hoort, is, is de determinant van deze. Dus uh, dat is degene die juist, uh, de matrix die overblijft als je uh, deze, rij en, oh, deze kolom en deze rij weglaat. Dus dat geeft me de matrix uh, 3, 6, 5, min 3. Oké, okay, de volgende uh, moet ik met een minnetje meerekenen. Dus dat wordt een min 1 keer de, de determinant van de matrix die ik krijg als ik deze kolom en deze rij weglaat. Nou, stelt je even voor in je geest, die rij, die kolom, het houdt dan over die vier posities. Hè? Dus dat geeft me een matrix van uh, min 1, uh, die 6 dus, een 2 en een uh, min 3. En tot slot die 0, het is altijd fijn als er een 0 bij zit, want dan valt de rest straks natuurlijk gewoon weg. Maar ik schrijf het voor de vorm toch nog even op. De 0. En dan gaat het dus, als ik deze kolom, deze rij weglaat, hou ik gewoon dat ding daarover. Is uh, min 1, 3, 2, uh, 5. En dit moet natuurlijk niet een isje zijn, maar dit moet gewoon een uh, plusje zijn. Plus, hè? Maar nogmaals, dat valt toch weg. We kunnen vanaf hier uh, doorrekenen. We hebben dus uh, die keer die, min die keer die. Dus ik krijg 2 keer uh, 3 keer min 3, uh, min 5 keer 6. En van deze nog een min 1 keer uh, min 1 keer min 3. Je ziet, je kan hier ook weer fantastische fouten maken met mintekens. Uh, min 6 keer 2. En uh, ja, die 0, die uh, viel weg, dus daar maken we ons geen zorgen meer over. Het wordt 2 keer uh, min 9, min 30 is uh, min 39. En hier heb ik een uh, min, dat is uh, 3. Min uh, 12 is min 15. 3 min 12 is natuurlijk niet min 15, dat is uh, min 9. Zo. Um, en we hadden al, uh, dus let goed op, er staat hier nog ergens een minnetje van de uh, min 9. Dus min min 9, hè? En uh, we hebben dus al met al hier min 78 plus 9. En dat geeft me dus uh, een min 69. En je ziet dus hier een voorbeeld van het volume van dat parallelepipedum is dus plus 69, want er komt een min getal uit, dat kan niet. Nou, dat is het.